Wat weer een prachtdooi als je het de zinnen had. We konden ik stevig uitwaaien, want het waaide een hele storm. Maar de zinnen wie er flink bij en dan merk je toch dat die zinnen kreeft het. En uit de windwaai, in de leiter is het dan goed boeten zitten. Ja, en ik zei het al, vierdes konden we uitwaaien. Nou, dat uitwaaien, dat kan morgen nog wel. Joen en vannacht. Er komt wat meer bewolking. Maar de opklaring gaat nog de oerhoorn. En de temperaturen 6 of zo'n graden vannacht. De wind matig ontkrachtig en die komt dan uit het eerste mooi. De krachtige wind krijgt 4,6 boven de Marren en in het kustenwaardgebied en op de rondte. Dus bloedt het stevig terugwaaien. Mooi dag. Een dag mooi op een nij vol op zinnen. Ja, de laatste dag van september pakt nog aardig uit. Alleen nog de temperaturen komen wat lager te liggen, zijn 14 graden. En de wind, ik zei het al, die is mooi stevig, die is matig ontkrachtig. De krachtige wind krijgt 4,6 weer op rond in het kust- en waardgebied. En in het waardgebied betekent zelfs een krachtzoon, betekent een hudde wind. Ja, en dan terug naar mondje en mond en nacht. Dan komt het wat, maar is het helder en hebben we gewoon zo plakken op frost onder groen. Het fruitsoch, tiesje. 14 graden, volop zinnen. De eerste dag van oktober pakt de ziek uit. En de wind matig ontkrachtig, nog altijd uit het eerste mooi. Op woensdag een dag met wat meer bewolking, maar de zinnen had nog de oerhoorn. 15 graden, eerst zuid-eerste wind. En op tongen een zuid-eerste wind. Maar meer bewolking, de lucht berint staren gewoon. Maar er is eerst nog zinnen en de temperatuur is 17 graden. In de joentiet, in de nacht, de eerste buien. We moeten morgen maar weer even in het... Yes, Varshin.